De Engelen van Sittard-Gelijnd, een mooi initiatief in de gemeente. Zeg maar een vangnet voor de mensen die een aanvraag bij de voedselbank hebben ingediend, tot het daadwerkelijk ontvangen van een voedselpakket van de voedselbank. Deze tussentijd vangen de Engelen op voor iedereen die woonachtig is in de gemeente en de eindjes echt niet meer aan elkaar kunnen breien. Waarom is deze stichting zo belangrijk en hoe komen mensen in contact met de Engelen van Sittard-Gelijnd? Voornamelijk omdat er nog steeds een grote doelgroep en een steeds grotere doelgroep is. Die ons nodig heeft, die dik onder de armoedegrens leeft. Nou, het is in principe op de wachtlijst komen, dat is op zich het probleem niet. Het probleem is de wachtrij van de voedselbank. En die doen er natuurlijk alles aan om die wachtrij zo klein mogelijk te krijgen. Maar goed, die zijn ook beperkt in hun dinger. En wachtrij in Gelijn is op dit moment nagenoeg niet heel. Maar de wachtrij in Sittard is toch echt nog wel bijna een jaar zelfs. Heel veel lui komen via partners en welzijn van de gemeente of via bewindvoerders. Voor willen de lui om ons heer, die ons er willen zien, die ons sponsoren, die ons spulkens langsbrengen, die willen voor, eigenlijk laten zien wat voor bereik hebben. In de afgelopen tijd hebben we natuurlijk ontzettend verboed, een grotere ruimte ervan gemaakt. Maar we willen ook de lui die ons nodig hebben een beetje open ingang geven, kom eens kijken. Wat voor doen en wat voor eventueel voor dich kunnen betekenen. Ik doe op donderdag hier vrijwilligerswerk en dan zit ik met Jolande samen aan de balie. En dan, als ze bij ons binnenkomen, moeten ze het pesken laten zien. En als ze uitgaan, dan doen we weer controleren wat de lui metnemen vanuit de winkel. En dat wordt dan ook bijgehouden en ze mogen zoveel items per keer metnemen. En dat wordt dan genoteerd. En ik ben hier als cliënt binnengekomen, ik ben dan nog altijd cliënt. Maar het heeft me ook gelijk overtuigd van ik wil voor die stichting het terug doen. En zodoende ben ik met Engelen in contact gekomen. Want ja, er wordt altijd zeumeren en puzzelen voor de hele week rond te komen, eten te hebben. En dan krijg je een weekend te kennen en dan wordt vaak van shit, wie moet ik dat gaan doen? En ik moet zeggen, sinds ik als cliënt hier ben gekomen, is echt een last van mijn schouders afgevallen. We kennen de hele week een fatsoenlijke maaltijd eten, 3 keer per dag. En ook de kenner maakt ze tot die daar een heel stuk relaxer onder zijn. Over zich gezorgd met te maken of pap nog het te eten heeft. En ja, ze vinden het gewoon super eigenlijk dat zo'n instelling beschikbaar is en dat ze dat terecht kent. Voor hier terecht te kunnen komen, komt ze alleen terecht voor als een... Goedkeurig een voedselbank hebt, maar helaas zijn daar maanden en maanden wachttijd voor. En deze stichting vindt eigenlijk te lui op wat op een wachtlijst staat met de voedselbank, dat ze toch niet zo lang aan hun lot overgelaten werden. Ik ben een aantal jaren geleden in een scheiding terechtgekomen. Hoeskost nog niet verkocht werden, hebben 2 jaar moeten blijven zitten omdat het hoes niet verkocht kost werden. Uiteindelijk hebben we het hoes nog kunnen verkopen met net geen verlies. Maar er bleef niet veel aan over. Vervolgens ben ik pas kennen. Want kieken we nooit 3 maanden op een slaapkamer. Geen even de man geslapen in een bed. Een huisje kunnen kopen. Maar door mijn handicap al binnen een jaar geconfronteerd met. Dat ik het gewoon niet koos onderhouden. Ik koos het onkruid dat was tot boven de oren. Als ik de kamers gezuigd heb, dan koos ik 2 dagen helemaal niks. Dus binnen een jaar ook dat weer moeten verkopen. En een appartementje toe. En bij glas vorig jaar ben ik van een op het andere moment invalide geworden. Ik ben lopen in een ziekenhuis gegaan. En ik kwam in een rollator en 28 tabletten in een hoes. En dan zit ze weer helemaal in de sores. Als ik naar mezelf kijk, nou, ik ben in problemen gekomen. Ben ik zelf verantwoordelijk voor. Nou, ik was heel goed aan het oplossen. En vervolgens kreeg ze een nieuwe tegenslag. Ik werd van een op andere moment gehandicapt. En dan werd ik bij boom geconfronteerd. Dat je gemiddeld een dikke €100 in de maand extra lasten kreeg. Met CAK, de zorgpremie, gelijk binnen 2 maanden mijn ganse eigen risico op, regeling treffen, vervoer, 10 keer naar het ziekenhuis, revalidatie, vervoerskosten. En dat scheelt me al gauw een 100 tot €120 gemiddeld per maand. En dat best wel weer kwijt. En aangezien ik moet leven van een WHO-uitkering, als komt een probleem, maar doe komt na tekort. Voor als ze na een achterstandje hebben, voor het weer bieden te krijgen. Doordat ze ook geconfronteerd met ontzettend hoge lasten. Dat is iedere dag puzzelen. Dus iedere dag puzzelen, heel bewust ben. En je moet echt van, nou vandaag kan je dat kopen, dan kan je dat kopen.
Maar je moet echt constant met ze bezig met puzzelen. Maar wat ik eigenlijk het allerbelangrijkste vind, wat ik hier heb geleerd, wat met terug. Hier komen ze binnen. Wie de eerste keer kwam, had je ook boekpijn, had je ook koppijn, knikkende knieën, ook best een schaamtegevoel. Maar hier komen ze binnen. Als persoon, beste best. Er wordt niet gekeken, beste man, vrouw, beste allochtoon, autochtoon. Je bent gewoon het mens, je bent gewoon John. En je wordt ze gewaardeerd om de persoon, beste best. En niet om wat ze hebt. Ze zijn nu komen onbewust in problemen door niet hun eigen schoot. Het zijn ook nu die komen in de problemen door hun eigen schoot. Maar het komt in alle gelederen voor en iedereen kan het overkomen. Nou, ik kan alleen maar zeggen, als ik zie wat die dames voor hun werk verzetten en allemaal vrijwilligers en wat die eigenlijk oeren en oeren hier insteken voor donderdags voor de lucht klaar te staan. Nou, ik denk, die dames die zijn niet met grote betalen, maar ze hebben wel allemaal een hart voor goud hier. Ja goed, natuurlijk altijd eten, want we hebben 50 gezinnen die voor iedere week ondersteunen. Dus eten hebben voor iedere week nodig, maar ook kleding. Kinderkleding vooral, kinderschoenen vooral. Kindjes groeien, hè, dat weten ze zelf ook. Die hebben kleren nodig en continu. En ik zou de lui die in dezelfde situaties verkeren en denken, stap over een schaamtegevoel her, want je hoeft niet je te schamen omdat je armoede hebt. Maar er zijn altijd lui die je willen helpen.